OFM. Een ons inmiddels welbekend voertuig. Het is de lage cabine, maar dan toch met het hoge dak. Volvo levert inmiddels een nog hogere versie. Maar hiermee is voor één chauffeur prima te leven. Echt een internationale auto is het natuurlijk niet. Een vrij hoge motortunnel. Maar wel een goed bed. Het bed is lekker hoog geplaatst, dus je kunt er ook goed op zitten. Je hebt als chauffeur alles bij de hand. De optionele kastenwand biedt extra bergruimte voor de Volvo. Dat is iets wat je echt nodig hebt in deze auto. Tegelijkertijd ben je hiermee de mogelijkheid van een tweede bed voorgoed kwijt. Het Volvo interieur is ons inmiddels wel bekend. Het dashboard is allemaal hetzelfde als in de Volvo FH en in de zware F16's. Het is allemaal wat compacter. De motortunnel is hoger, dus de hele ruimteindruk is iets anders, maar eigenlijk is het precies hetzelfde. Volvo heeft gekozen voor een camera voor de dode hoek. Staat een stuk beter dan zo'n rare spiegel voorop. En het beeld is gewoon erg goed. Toch zitten er slimme dingen in zo'n Volvo. Zo maakt Volvo handig gebruik van de extra dingslots waar extra apparatuur in kan. Als je die apparatuur niet hebt, ben je die ruimte kwijt. Volvo heeft hier bijvoorbeeld een sleuf voor kaartjes voor de peage. Dit is uitgevoerd als schuiflaag, waar je bijvoorbeeld je rolletjes in te stoppen voor je digitale tachograaf. Dat is gewoon goed over nagedacht.